De registratie voor donaties van Kunst to Mest is weer op gang gebracht nadat het eerder dit jaar is stopgezet. Dit zei minister Prahlad Seodin van Landbouw, Veeteelt en Visserij eerder deze week voor de vergadering van de ministerraad. Volgens de bewindsman wordt nu gekeken hoe de mest beter te verdelen onder belanghebbenden. Ja, ons voorraad was op. De eerste keer 18.000 zakken. Daarna hebben we een inschrijving gehad voor nog eens een keer 10.000 zakken. Dat is nu afgerond. Maar we willen even kijken van de nu oogstwijn. Ergens in december zal de eerste bemesting weer volgen. Om het dan daarmee te combineren. En, wat er ook gebeurt, laat me eerlijk zeggen. We hebben ook meegemaakt. Mensen nemen kunstwijn en verkopen het door. Dus het zijn van die dingen die je in de praktijk tegenkomt. De minister zegt dat er maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat derden de mest doorverkopen. Mensen die nog niet aan de beurt zijn gekomen, moeten nu de kans krijgen om de kunstmest te ontvangen.